Kijk eens wat ik hier dan heb. Het is Kaya, een schaafpoedel. Het is woensdag, tijd voor een dagboek. En nu logeert er voor het eerst een kleine puppy. Een week of 9 of 10 is ze. Een schaafpoedel. Ja, er zijn er maar een paar honderd van over de hele wereld. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Dus ze doet hartstikke goed. Neem met mij nog even de wei in. Zometeen weer een dutje doen. Hè. Nou, eens even kijken naar de andere honden. Kijk, Laura. Wat een lieverd, hè. Ben jij wel lief voor dat babytje? Dus Laura, hier hebben we Roef. Milo, de Wijmeraner, voorzichtig Wijmel. Hier hebben we Thomas, de Bennesenner. Daar hebben we Peppertje. Hij lief het. Hij lieve Pepper. Kijk uit, Milo. En daar hebben we Yumi. Yumi, kom je ook even in beeld? Kom eens. Hallo, schat. Gaat ook met Yumi heel goed. Je mag naar huis vandaag, hè. Ja, lekker thuis verder slapen. Dus even kijken, daar hebben we daar. Misschien kan de camera even meedraaien. Die is net gebracht. Kleine bootje. Kijk, daar, kleine boom met die grote stam. Baasje, lekkere. Oh, bijna wel jaloers. Ja, wat zei ze nou? Aruba, Bonaire? Aruba was het. Oh, heerlijk. Dan moet je kijken. Bootje, kom eens. Ze lijken ze zo wel op elkaar, hè? De kleine schaafpoedel. Een kleine bootje. Alleen Kaya, ja, die wordt wel echt, echt centimeter of 50 of zo. Dat kleintje, dat groeit echt wel op tot een... Kijk, daar zitten. Het lijkt wel een beetje blonde Bouvier zo. De hele speelweide ligt vol met allemaal takken en boomstammetjes. Allemaal van de knotten moet allemaal nog geruimd worden. Nou, daar kan ik de hele winter over doen. Maar de honden vinden het heerlijk, hè? Er is wat nieuws. Kunnen er overheen springen en helemaal tussendoor. Lily vindt het ook geweldig. Ze hebben allemaal hun eigen stok zo. Ja, nou, dit is Pepper, Newfoundlander. Oh, en dan gaat ze alweer. Andere honden zijn altijd een beetje onder de indruk als ze net binnenkomt, maar. Het is de goedzak zelf. Dan gaan we eens even de hele kleine puppy dan gaan we naar bed brengen. En dan gaan we even bij de poezen kijken. Ga je mee, lieve Kaya? Kom maar. Nee. Ik ben eigenlijk niet zo van het optillen. Maar dit is nog zo'n babytje. Je heupjes zijn nog zo zacht. Lekker naar bed, lieverd. We gaan naar Lucky en naar Sheila. Die zitten op ons wachten in het kattenhuis. En jij gaat naar bed. En dan waren ze allemaal weer, alle honden en katten, even in beeld geweest. We hopen dat jullie ervan genoten hebben. Heel veel plezier allemaal nog op vakantie en tot de volgende week. Doeg!